Vandaag is weer de seniorenmarkt in de Hofnar. Het doel daarvan is het geven van voorlichting en informatie ten behoeve van de 50-plussers. We zijn heel benieuwd, we gaan graag binnen even kijken. Chef Toten, goedemiddag. Jij bent van de SBV Valkenswaard en betrokken bij de organisatie van deze middag. Kun je er iets meer over vertellen, de voorbereiding? Ja, is correct. Van het Seniorenbelang Valkenswaard ben ik en zijn wij. En het Seniorenbelang organiseert deze jaarlijkse seniorenmarkt. Dat is niet de core business van het Seniorenbelang Valkenswaard. Core business is advies geven aan het college over allerlei zaken die met ouderen betrekking hebben. Maar daarnaast hebben we dus ook deze markt. Daar zijn we een heel jaar mee bezig met een paar mensen om die te organiseren. Want je moet al vroegtijdig beginnen met bedrijven aanschrijven, met connecties maken, etc. Maar het is allemaal verspreid over het jaar, dus op onze leeftijd gericht, zeg maar, lekker rustig aan. En dan als het zover is, is alles perfect geregeld. En je ziet het, het is knetterdruk vandaag. Tom van Zandvoort, goedemiddag van Zorgwinkel De Bus uit Waalre. Wat is de reden dat jij vanmiddag hier op de consumentenmarkt bent? Ik sta hier op de beurs omdat ik een zorgwinkel heb en natuurlijk meer bekendheid wil vergaren in de wijde omtrek. En laten zien wat ik allemaal verkoop, wat ik allemaal doe. En op het moment heb ik ook een extra serviceaanbod. Namelijk iedereen die hier op de beurs komt met een rollator of een rolstoel, die krijgt van mij een gratis APK. Dus dan kijk ik hem even na op veiligheid. En als er dan heel veel uit blijkt te komen, dan krijgen ze een onderhoudsbeurt in de winkel. Het is heel druk, vooral met voorbijlopende mensen. Je ziet hier toch weinig mensen met een rolstoel. Maar rollators, die heb ik al aardig wat aan de beurt gehad, zeg maar. Ja. Hallo, ja, mijn naam is inderdaad Ilse van Gerven. Ik werk als coördinator van het Digitaal Huis. En het Digitaal Huis is een samenwerking van een aantal partijen. De bibliotheek waar we vandaag zijn, hè, met de seniorenmarkt. Ik werk ook voor de bibliotheek. Maar ik werk ook samen met de gemeente Valkenswaard, met Kordaat. Taalkracht, een organisatie. Dat is eigenlijk het oude Summa College in Eindhoven. En Stichting Lezen en Schrijven. En met die vijf partijen, waar ik zeg maar de coördinator van ben, zetten we ons in om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. En bij die digitale vaardigheden, dat zijn we vandaag ook heel erg gaan promoten. Want steeds meer moeten mensen mee kunnen doen in de maatschappij, hebben het nodig om op de computer aan de slag te kunnen. Dus we zijn hier nu ook met een paar collega's om aan te geven wat de bibliotheek doet. Want een bibliotheek is meer dan alleen maar boeken lenen. Hè. Veel mensen kennen de bibliotheek als plek waar je boek leent. Maar de bibliotheek is veel meer dan dat. Het is ook een plek waar dus diverse cursussen worden gegeven. Voor mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld de computer, is er bijvoorbeeld de klik-en-tik training. En in zo'n training leren mensen hoe ze om kunnen gaan met hun computer, leren wat wegwijzen op het internet, ook om zich zekerder te voelen om mee te kunnen doen. Is het speciaal voor senioren? Nee, iedereen is van harte welkom. Want je ziet dat er ook ouders zijn die moeite hebben met lezen en schrijven of digitale vaardigheden. Je ziet ook berichten van jongeren die klaar zijn met een mbo-opleiding bijvoorbeeld. Die ook nog moeite hebben met bepaalde onderdelen. Iedereen is welkom. Dus, maar vandaag richten we ons ook op de senioren. Omdat ja, vooral een aantal senioren zeggen dat zij nooit op zijn gegroeid met een computer. En dan is de stap nog veel groter. Dus vandaar dat we vandaag echt speciaal zijn voor deze groep. Om te laten zien wat we hen kunnen helpen en kunnen bieden. Ja.
Frank Verbeek, goedemiddag, van het project Maak Rimpels. Nou denk ik, krijg je niet allemaal rimpels op een bepaalde leeftijd. Hoe zit dat nou? Ja, nee, klopt. Wij maken inderdaad rimpels. Lachrimpels is natuurlijk gezond, daar is helemaal niks mis mee. Maar wij maken rimpels in het water. En we proberen met een klein groepje te starten. 24 oktober gaan we starten in de Klappermanstraat bij buurtvereniging Het Hukske. Daar beginnen we met een nieuwe groep om maakrimpels te maken, om rimpels in het water te maken. We gaan daar met elkaar een informeel netwerk vormen waarin we over onderwerpen praten waardoor we langer zelfstandig kunnen blijven. En dat wil eigenlijk iedereen, want iedereen wil graag de dingen kunnen blijven doen die je graag doet. Nou, hoe doen we dat? Gereedschappen bieden we aan, moderne gereedschappen, om dat te kunnen ondersteunen. En dan moet je denken aan positieve gezondheid, digivaardigheid, vitaliteit en samenredzaamheid. Dat zijn de programmaonderdelen die we aanbieden. En de eerste deelnemers hebben we in Valkenswaard en in Dommelen al aan boord gehad. En die zijn heel enthousiast. Dus we vinden het fijn om nu een nieuwe groep te starten in de Klappermanstraat vanaf 24 oktober. En waar kunnen mensen zich aanmelden? Dat kan via onze website www.maakrimpels.nl. Maar eigenlijk is het nog veel handiger om naar Annemarie Klaassen te gaan. Zij is gastvrouw in het Hukske. En zij kan je ook uitleg geven over het programma als je daar vragen over hebt. En je kunt je daar ook gewoon even aanmelden. Het telefoonnummer staat op de folder die ik hier ronddeel vandaag op de seniorenbeurs. Dus iedereen is van harte welkom. Miranda, goedemiddag. Je hebt ook de markt bezocht, de seniorenmarkt. Hoe is jouw indruk? Ja, ik ben heel gericht voor één stand gekomen naar de seniorenbeurs. En dat is de stand die het gehandicaptenplatform van Valkenswaard samen met de oogvereniging heeft. En ik had begrepen dat er in Valkenswaard een oogcafé gestart wordt. En daar had ik interesse in. Zowel wat ik kan betekenen als vrijwilliger, als gewoon deel te nemen. Dus daar wilde ik graag meer over weten, dus daarom ben ik gekomen. En heb je voldoende informatie gekregen? Jazeker, een aantal hele enthousiaste mensen die een oogcafé willen opstarten. En waarschijnlijk mogelijkheden om daar zelf ook iets in te kunnen betekenen. En ik denk dat het heel fijn is als dat in Valkenswaard komt. Dus daar ben ik wel een voorstander van. Ja. Margriet, dames eerst. Ja, hoe vond jij het vanmiddag? Ik vond het voor mij, ik weet al heel veel wat er hier staat, maar toch, je hebt alle informatie bij elkaar. En je kunt het vergelijken. En, de sfeer was prima. En goed bezocht, hè. Eigenlijk voor ons een beetje te druk. Ja, merk je dat? Ja, dat merk ik wel, ja. Het is vooral als je zo met de rolstoel moet. Je hebt bijna geen ruimte. En er zijn weinig lege plekken tussendoor waar je eens even kunt stoppen. Dat was even mijn opmerking. Misschien een tip voor de organisatie? Wie weet, hè? Ja. Okay. Tas, hoe vond jij het? Ik vond het geweldig. Iemand praat tegen hem eigenlijk. Ik praat tegen hem, maar ik praat gewoon alle kanten uit. Ja. Maar het was goed geregeld. Ja.